lus erin. Ik heb al die Ik heb het genoteerd en ik heb het gefilmd. Totaal. Maximale tijd, man, jongens. Ja. Staat er 15 voor. Ja, precies. Daar ben ik blij om. Ja. Nou, we het toch over negers hebben, en daar hebben ze altijd gezegd dat die zo lang hebben. Nou, heb ik ze hier vandaag gehad van 0 centimeter en ik heb ze gehad van 24 centimeter. 21 en een beetje. 8 centimeter. We hebben net gemeten. Tussen de duim. Dan hebben we het over de waterdiepte. Dus, nou, jullie zaten net binnen de tijd. De keurig gewerkt. Als het goed is, heb ik de koelbediener te horen gekregen waar die water kan tanken zo. Ja. Dan moet het helemaal goed komen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja. Ja. De velden is wel gewoon lekker rustig. Die horen we er eens van. Nee. Nou, lekker gewerkt, jongens. Ja, hoge druk. Wat we zo meteen gaan doen is met 6 banden waar in. Dan krijgen we mij te horen tot de tijd gaat lopen. Dan gaan we dus 1, 2, 3 en 4 omhangen. De velvoerder en pompbediener hoeven dat niet te doen. Bij de pompbediener moet de tank aan de starten, PTO inschakelen en op druk zetten voor hoge druk. Juist. Dan vervolgens gaat de pompbediener met de velvoerder mee met Mario. We gaan naar binnen, we krijgen daar een dag. Dus 1 en 2 die gaan met René mee. Die nemen mee een hoge drukstaal en die gaan naar die container. 3 en 4 die gaan met een hoge drukstaal met André en André mee. Die zijn er niet. Die krijgen daar een opdracht. En de opdracht is veilig binnen treden. Dat is hetgene waar je punten op kan halen. De juiste uitvoering van. Je krijgt geen punten voor tijd. Tijd speelt in principe ook geen rol. Geen halve uur natuurlijk. De pomp? De
Daar gaan ze. Ja, dat is wel beter, hè? Ja. Oh, wauw. Oude.
Even een relaxed momentje voor deze mannen, maar daar gaat het beginnen hoor. Staan we erop? Yep. Allemaal bij elkaar. Ja. We hebben hier de ademluchtbaan. En we gaan dat soort toestellen gaan we uit het water halen. Die gaan we daar neerleggen. We gaan hier conform halen. Dus zorgen dat we voor de niet nog weten vroeger bij je. Ik zal op welke manier in ieder geval de basisdingetjes kan voeden. Daarna worden jullie hierheen gekluid, worden jullie geblinddoekt. En dan gaan jullie drie banen worden jullie gelijk. Met een baan. Brand, we hebben een baan gasfles en een baan slachtoffer. Op het laatste moment hoor je welke baan je staat. Dan pas krijg je, als je in de baan staat, krijg je een geluidssignaal en wordt ook gezegd dat de tijd pas lopen. En nou ja, dan gaan we dus ademlucht lopen. Het gereed maken van de ademlucht wordt hier voorbereid, zodat ze zo meteen vol actie naar binnen gaan. Ja? Gaan we naar binnen.
Dit is weer de terugweg van de brandweermannen die dus net een gasfles moesten zoeken. Nou, vertel het maar eens voor de camera. Wat vonden we ervan? Leuk, leuk. Nou, leuk en simpel. Ja, maar het was het wel. Maar intensief, maar goed. Oké. Okay. Voor mij zat alles erin. Ja, alles gevonden en... Ik wel. Iedereen binnen de tijd buiten dus. Oké. Nou, toppie man hè. Ja. Alle facetten erin, trappetje, obstakels. Dus, alles erop en eraan hè. Ja. En denken jullie binnen de tijd? Ja. Ja. Ik hoor net zo wel. We hebben geen fluitje gehoord op 8 minuten dus. Oké. Okay. Ruim binnen de tijd. Oké, okay, super. Het valt allemaal niet mee. Wat ben je aan het doen, Piet? Ik ben de theorievragen aan het controleren, Wil. Oké, okay. En dat doe je in je eentje, zie ik? Dat doe ik in mijn eentje, ja. En dat doe ik de hele dag in mijn eentje, zodat ik altijd dezelfde antwoorden en dezelfde vragen beantwoord. Dus dat komt allemaal goed. Top. En het niveau valt tegen. Oké, okay. Nou, hoe komt dat, denk je? Geen idee. De vragen zijn niet zo moeilijk, zijn actueel. Waarschijnlijk komt het doordat de mensen alleen nog maar in de boeken van vroeger kijken en niet meer in de boeken van tegenwoordig. Oké. Of helemaal niet in de boeken kijken. Dat, dat kan ook, ja. Er geen boeken meer, alsof via de app dat moeten doen. Ja. Dus. Oké, Piet, maar nou. Het gaat allemaal leuk. We zitten allemaal een beetje op hetzelfde niveau, dus dat scheelt nog. Oké, nou top jongens, succes ermee. Oké, bedankt. Hier wordt straks de theoriegedeelte gedaan, nou, onder het mom van een gezellig stukje muziek. Uiteraard, nu zijn de stoelen leeg. Maar dadelijk zal daar bloed, zweet en tranen zal daar vloeien om een goede vragenstelsel in te vullen. Ik sta hier nu bij de brandweerkazerne van Brielen. Ik heb zojuist onze grote Piet Smit een paar vraagjes gesteld. Nou, de antwoorden die zijn duidelijk. Momenteel staat de brandweer Rozenburg staat hier om een theorielijst te gaan invullen. En ik ga nu op mijn scootertje naar Oudenhoorn. Daar gaan ze hoor. Nu fluiten ze nog. Dit is Ludiek in de wei. Ik zei net al, ik heb geen melding meer, want ik heb de heren naast me die hebben hem verzonden. Ik heb zelf ook als aanvalploeg gelopen. Dus, als het spul op anders gaan geworden. Ja, dat ben ik helemaal zo achtervolgd, maar ik zit nog eens op de keien bij de kleinhoudertje. Ja, dus, ja. En als ik er slaap, jullie staan ineens naast. En ik heb nu een bevelvoerde meteen van 0 centimeter en dan heb ik het over de hoeveelheid water in de bak. Ja. Nee, dat begrijp ik al. Dus nou goed, bevelvoerder bleef nog wel lekker kalm. Ja, je bent niet gestrest of geheel of... Nee, hè? Dus dat was hartstikke goed. En, Jullie willen niet uit te zitten. Juist, de deur is... De brandweer van Hellevoetsluis die gaat nu de volgende ludieke inzet doen. In afwachting daarop. Thank you.
Tot hier. Tot hier strappen. Jullie waren mee doen. Ja, kom nou. Ja. Ik heb het wel. 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 Wat gaat hij doen dan? Hij gaat zitten en hij krijgt een blinddoek voor en dan krijgt hij een touwtje in zijn handen. Dan mag hij luisteren naar de rest. En dan mag hij wel worden. Zie je niks? Zie je dit? Jawel. Jawel? Jawel. Ja. Als je een zwarte die gaat wel terug. Dingen hingen hierin. Ja, waarom? Hey, als hij niet pakt, dan moet je dat trekken. Ja, kom maar! Kom maar! Hij gaat zakken. Ja, trekken. Pak je niet. Maar oké, was niet gedaan. Kijk, trekken dan. Ja, diepe. Gaat hem niet zakken. Diepe aan. Diepe. Hey, Mike.